Maartje Pauwen in Alicante was dat. We hebben net van de heer Krebber al gehoord, breedte sport is minstens zo belangrijk als topsport. Het is natuurlijk ook wel een beetje een wisselwerking, want succes bij topsport straalt natuurlijk af op de breedte sport, de basis. Ja, er wordt veel aan wielrennen gedaan, maar in Limburg wordt er ook veel gelopen. En dan zijn ze dus weg voor de zesde editie van de Venlo's. Ik heb een zak snoep gekregen, een bal en een pakje drinken. Applaus, dames en heren, voor de eerste dame. Fantastisch. Ik kon niet beter. Ja, het is echt van die medeparcours. Als je met twee bent, gaat het makkelijker als je alleen bent. Break is talking on you with a finish. Ja, we zagen ook een stukje van de Kennedy Mars en dat is al decennia lang een van de grootste loopevenementen van Limburg. Naast mij Piet Hoebe, organisator van de Kennedy Mars. Heb je hem zelf ook wel eens gelopen? Ja, ik heb hem ooit één keer gelopen, ja. Blaren? Vreselijk. Ik doe het nooit meer. 80 kilometer lopen, dan vraag ik me af, wat bezielt die mensen om dan 80 kilometer te gaan lopen? Nou ja, ik denk eigenlijk hetzelfde als wat de mensen bezielt om topsport te blijven. Het is toch een gevoel om een prestatie te leveren. En ja, de adrenaline die het geeft als je dan eindelijk over die streep komt en gewoon iets presteert. En die 80 kilometer lopen, en zeker als van origine ongetraind om dat te doen, dat is een waanzinnige topprestatie. Dat vind ik echt ontzettend knap dat mensen dat kunnen. Ik heb heel hard moeten trainen, want ik zat in het bestuur. En dan mag je natuurlijk niet uitvallen. Dus ik heb... Moet je doorzetten. Ja, precies. Tim, misschien iets voor jou, die 80 kilometer? Nee, dankjewel. Merci. Ik ben naar 20 kilometer, vind ik wel... 5 kilometer. 4. Vind ik 3. Ook wel oké. Okay. Ik loop zo meteen wel naar huis. Dat is misschien is wel goed. Aardig. Ja? Okay. Verder met de volgende categorie. En dat is de categorie talenten. Jazeker. En er staan weer natuurlijk weer 3 genomineerd. We beginnen met Inge Jansen. Ja, Inge Jansen. Bij Patrick Echt deed ze in het bad nog wel eens een bommetje. En zo ontdekte ze haar nieuwe passie. En met succes, want in het Chinese Shanghai streed ze dit jaar op de wereldkampioenschappen mee. En vanaf de eerste en de derde meterplank. En ze is in haar juniorenstatus eigenlijk al een klein beetje ontgroeid. Want bij de senioren werd ze maar liefst 3 keer Nederlands kampioen. En zou u dan nog twijfelen aan haar ambitie? Komend jaar is ze met carnaval niet te vinden in Café Marxig in Maasbracht. Maar op de duikplank in Londen voor de Wereldcup. Daar gaat ze zich voor voorbereiden. En dan tennister Demi Schuurs. Werd een van de meest gevreesde dubbelopponenten in het juniorencircuit. In iedere Grand Slam haalde ze de dubbelfinale met verschillende partners. Ze won 2 finales, de Australian en de US Open. En op het heilige gras van Wimbledon werd ze 2e. Omdat ze nu al een tijdje in België traint, spreekt ze met een Belgisch accent. We hebben haar vandaag dan ook naast een Antilliaan en een Duitser neergezet. We zullen zo meteen gaan horen hoe dat dan zal klinken. En tot slot, in het zuiden, daar wonen de handboogschutters. Handboogschutter Carrie Weg brak het afgelopen jaar definitief door. Ze maakt deel uit van het nationale team dat nu al droomt van een Olympische medaille in Londen. En dat moet toch eigenlijk wel kunnen in het land van de volksheld Robin Hood. In de seniorenklasse pakte ze 2 bronzen plakken en bij de junioren werd ze nationaal kampioen. Een applaus voor de genomineerden. En inderdaad een uitzonderlijk sterke categorie dit jaar. Er waren zelfs een hele hoop junioren die je daar misschien ook nog wel bij verwacht zou hebben. Maar goed, dit waren de 3 beste. We gaan naar de uitreiking. En daarvoor mag ik iemand uitnodigen die dit jaar een einde maakte aan haar carrière. Een mooier einde was eigenlijk niet mogelijk geweest. Het begon meer dan een decennium geleden in Weert.
En via het Nederlands team uiteindelijk eindigde Hodok in Weert. Uw applaus voor deze dame. Toch wel een belangrijke taak. Hè? Ik denk dat Suzanne een van de allergrootste talenten is die in Nederland rondloopt. En dames en heren, uw applaus voor Suzanne Freriks. Neem de applaus in ontvangst, want dat is voor jou natuurlijk, ook met die mooie prijs. Laat ik eerst even vragen, hoe is het in het zwarte gat? Het is niet echt zwart. Het is een gouden randje, noem ik het maar. Maar nee, het gaat heel goed. Wat doe je nu? Ik ben afgestudeerd ondertussen en ik ben nu aan de slag bij Philips. En mis je dames niet? Ik mis de dames heel erg, hoor. Goed, zullen we dadelijk zien. Eerst nog even naar jouw carrière, want die was wel heel speciaal. Ik kan me eigenlijk zelf alleen maar Frank Rijkaard herinneren, die zo'n mooi afscheid had met alle titels. Hè, jullie wonnen de beker en het landskampioenschap. Wat is, als je nu terugkijkt op je carrière, toch een beetje het geheim geweest van die groei van jou naar de status die je uiteindelijk kreeg? Natuurlijk heb je talent, om even terug te komen op de prijs die ik ga uitreiken. Natuurlijk heb je talent, maar ik denk dat je ook kansen nodig hebt. En die kansen krijg je ook van de trainers en de club die je kansen geeft om ergens naartoe te groeien. En ook je ouders. Ik bedoel, mijn ouders hebben heel veel gedaan om mijn topsportcarrière te ondersteunen. En ik denk dat je dat ook nodig hebt. Geluk en ondersteuning van de mensen om je heen. Dus ook de plek om ze nog een keer daarvoor te bedanken. Bij deze dus, hartelijk dank. De prijs, want daar gaat het natuurlijk om. Talent. De microfoon, Suzanne, die is voor jou. Die zal ik even voor je vasthouden. Sporttalent van het jaar. En de winnares is... Demi Scheurs. Het beeldje. En ik wens je heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. Ja, Demi, en wat een mooi jaar voor jou, joh. En die partnerruil, dat gaat je goed af? Ja, dat gaat wel goed, zo moet ik zeggen. Maar op zich is het natuurlijk wel fijner om iedere keer met dezelfde partner te spelen. Omdat je dan steeds kan verder bouwen. Maar ik mag niet klagen, nee. Ja. Australian Open komt er weer langzaam aan. Hè. Ga je weer langzaam terug naar je oude vertrouwde partner uit België? Ik ben te oud. Het gaat echt beginnen voor de senioren. Ja, ik begin in februari eigenlijk met senioren. En junioren is nu ligt helemaal achter mij. Waar ik natuurlijk wel nog op een mooi jaar kan terugkijken. Maar ik ga me focussen op de senioren nu, ja. Nu was je toch afgelopen jaar vooral een geweldige dubbelspeelster. Hè? Is dat ook toch de discipline waar je dit jaar op gaat focussen? Of probeer je het ook nog een keer in het enkelspel? Ik probeer het uiteraard ook nog in het enkelspel. Ik ben ook nog het focussen op enkel en dubbel. Maar het dubbelspel zit wel in mijn achterhoofd, ja. Zullen we zien. Ga je naar Australië in januari of niet? Nee, ik heb examens op school, dus dat ga ik eerst proberen af te ronden. En vanaf februari ga ik volle bak er tegenaan. Oké, okay, prima. Ik ben heel benieuwd hoe het dankwoordje gaat klinken in het Russisch. Ga je gang, want dat is ook een nationaliteit van je partner geweest. Hè? Dit is jouw microfoon. Ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Alle mensen die hier naartoe zijn gekomen ook bedankt. Ik wil uiteraard mijn sponsoren bedanken, onder andere Topsport Limburg, met name Maartje en Geert. Mijn ouders en trainers, ook bedankt voor alles. Mijn familie natuurlijk. En ik wil alle sporters succes wensen volgend jaar. En hopelijk tot het volgend jaar. Bedankt. Demi Scheurs, dames en heren. En ook een groot applaus voor Suzanne Freriks. Dames, van harte welkom. Dat de grote talenten, dat de kampioenen van afgelopen jaar... in het mondiale tenniscircuit, maar we hadden nog meer wereldkampioenen die dan weliswaar misschien niet zozeer op een ATP-ranglijst terechtkomen,
maar die wel genoteerd worden. In Bochum werden ze tweevoudig wereldkampioen. Ze komen van de dansschool van Benito Dien uit Brunssum. Het zijn de absolute toppers in de categorie van 11 tot 14 jaar. Uw applaus voor Full Beats. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. Wie zijn de genomineerden in de categorie Sportman van het jaar? Ja, Sportman van het jaar te beginnen met Wout Poels, vers van achter de Italiaanse pasta vandaan getrokken. Wout had een fantastisch voorjaar, imponeerde in de Spaanse bergen en overal wordt er aan zijn wielershirtje getrokken. Maar hij blijft voorlopig nog van Cancelet helemaal trouw. Daarover heeft Wout wel moeten beloven dat hij in de volgende Tour de France één ding zal laten. Hij zal niet meer met friet zoveel vervolgens weer de fiets opstappen. Dat heeft hij beloofd. En dan hebben we Rob Ruig uit Sibbe. Komt vandaag speciaal terug van een trainingskamp in Italië. Hij heeft zich dit jaar eindelijk tussen de grote jongens weten te nestelen en werd 21ste in de Ronde van Frankrijk en daarmee de beste Nederlander in de Tour. Ook de fanclub van Rob is overigens aanwezig. Zitten daarboven, Rob, in de VIP-lounge. Ze drinken champagne, eten caviar waarvan ze het betaald hebben. Dat moet je verder mij niet vragen. Misschien wel aardig om even naar ze te zwaaien. En tot slot dan ja, de specialist op de vinderslag. Op de 50, op de 100 en 200 meter. Juri Verlinde uit Melick. Is zelden te vinden op een gala. Want in december dan ligt hij de hele maand in zijn bad. Ondanks zijn focus op de Spelen in Londen volgend jaar is hij vandaag wel in de gelegenheid om hier aanwezig te zijn. Zal hij straks ook het hoofd boven water houden? Dat moeten we even afwachten. We zullen het zien. Dit jaar werd hij in elk geval vierde op het EK in Polen en behaalde hij een finale plek op het WK. En om het podium te halen gaat Verlinde volgend jaar niet meer aantikken met de neus, maar gewoon met de handen. Een applaus voor alle genomineerden alsjeblieft.
Ja, drie absolute toppers. De man die hem gaat uitreiken is ook een topper. Net gestopt met tennis. Eigenlijk de beste dubbelspecialist van Nederland. Gaan we bijhalen. Rogier Wassen. Rogier, we kunnen geen handen schudden. Misschien maar kussen even. Heel snel. Oké. Ja, als ik de gelegenheid heb, dan doe ik het ook, hè? Rogier, jij bent net gestopt met tennis. Hoe zit het met het zwarte gat? Nee, heel erg weinig last van. Ik dacht dat het moeilijker zou zijn, omdat ik toch 16 jaar professioneel gespeeld heb. Maar ik heb het te druk, denk ik. Meteen een nieuwe baan begonnen in Duitsland. Wat? Ik ben manager geworden van 4 speelcasino's. En daarnaast heb ik ook nog een adviesfunctie bij het bedrijfje van mijn trainer Geert Kwaaflieg, TML. Dus ik heb het hartstikke druk en... Ja, ik ben blij als ik s'avonds een uurtje vrij heb. Dus ik heb ook helemaal geen tijd om na te denken over wat ik allemaal gemist heb met tennis als ik nu door zou gaan. Maar... Kijk, mooi. Dus geen zwart gat? Geen zwart gat voor mij. En ik kijk natuurlijk terug op een mooie lange carrière. Maar ik mis het op het moment nog niet. Rogier, je bent zelf sportman geweest. Hoe ging dat op dat moment? Wat voelde jij toen? Toen gekozen werd, bedoel je? Hartstikke leuk. Echt een grote spanning. Ik wist het niet van tevoren, zoals hopelijk iedereen. Een grote eer om sportman van het jaar te worden. 2007 was dat in mijn geval. Dus ja, ik denk gewoon dat het een absolute stimulans is om door te gaan. Een prestatie waar je gewoon heel je leven lang trots op bent. Dus ik vind het hartstikke mooi om hier te staan als sportman van het jaar. En nu deze prijs te mogen uitreiken. Wij gaan even naar jou kijken. Nog één keer dan. Zijn naam is Rogier Wassen. Trots op deze prijs aan de vangst te mogen nemen. Ja, een beetje weemoed? Nou ja, het is wel heel mooi om te zien natuurlijk. Ook leuk die sportieve beelden. Ja, het moment dat ik gekozen werd in 2007 doet me natuurlijk wel wat. Jij mag de sportman van het jaar aankondigen. Mag ik jou even deze geven? Ja. De sportman van het jaar 2011. Uit Meelik, net zoals ik zelf, Jurie Verlinden. Nou ja, hartstikke gefeliciteerd. Ik denk dat alle drie de genomineerden recht hebben op deze prijs. Iedereen op zijn vakgebied is altijd weer moeilijk naar elkaar te meten. Maar ik ben hartstikke trots dat ik jou deze prijs mag overhandigen. Gefeliciteerd en veel succes komend jaar. Jurie, hij is zwaar, hè? Ja, hij is zeker zwaar. Ik heb er thuis al eentje staan uit 2009. En deze gaat mooi op de kast erbij en... Hartstikke blij natuurlijk. Hey, net terug uit Italië. De Olympische Spelen komen eraan. Zwemmen gaat echt om details. Wat zijn nou details die jij nog moet verbeteren om straks wellicht Olympisch goud te halen? Ja, dat is nog een heleboel. Mijn start zijn nog niet goed. Mijn keerpunten zijn nog lang niet goed genoeg. Dat is alleen maar voordelig voor mij. Het zwemmen zit eigenlijk allemaal wel goed. Als die details inderdaad allemaal gaan kloppen, dan is er heel veel winst te behalen. En wie weet wat er dan mogelijk is in Londen. Ja, want kunnen wij straks met z'n allen juichen? Sowieso juichen, maar wat dat dan uiteindelijk voor resultaat oplevert, dat zien we dan wel. Ik zag jou net innig kussen met je vriendinnetje of misschien wel je vrouw. Daar wil jij vast wel iets tegen vertellen. Ja, ik wil even een dankwoordje aan. Mag jij daar gaan doen? Allereerst wil ik mijn ouders bedanken. Dit is trouwens de eerste keer dat ik de prijs zelf in ontvangst mag nemen. Maar mijn ouders hebben me altijd gesteund en bij deze, ik weet niet waar ze zitten, maar bedankt. Natuurlijk wil ik ook mijn vriendin bedanken, die al een aantal jaren zeker steunt en heel erg fijn dat ze iedere dag bij me is. Daarnaast ook mijn manager, mijn coach, mijn teamgenoten, maar vooral ook de mensen die op mij gestemd hebben. En nog een fijne avond.